jullie er zin in? Aan wie vraag je het? Aan de kijker? Ja. Maar ja. Hebben jullie zin in het menstrueren? Nou, ik ben wel benieuwd, laat ik het zo zeggen. Ik ook. Ik ben heel erg benieuwd, ja. We gaan dus menstrueren. Of nou ja, niet echt natuurlijk. Dit is Peter. Peter heeft een apparaatje waarmee je het gevoel van menstruatiekrampen kan nabootsen. Hij heeft het apparaatje op honderden vrouwen getest om er zo achter te komen wat de gemiddelde vrouw voelt. Handig om te weten, 100% op dit apparaatje is wat de gemiddelde vrouw voelt. Wil je nou meer weten over wat Peter allemaal doet? Dat kan. Check de link bovenaan in de beschrijving. En dan gaan we het nu eens even uitproberen op deze drie lekkere mannen. Trouwens, het is me opgevallen dat slechts 18,5% van de kijkers is geabonneerd op dit kanaal. Als jij binnen die 18,5% valt, dankjewel voor het abonneren. Maar val je daar buiten, waarom abonneer je niet? Ik geef je nu de kans. Veel kijkplezier. Zullen we gewoon de verliezer moeten beginnen doen? Ja. Ik heb nog nooit steen, papier, schaar gedaan om menstruatie. Ik kan niet. Oké, komt-ie. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh, bitch. Oh, oké. Okay. Steen, papier, schaar. Ja. Oké, dan gaat Bram beginnen. Peter? Brand los. Ja. Ja, Bram kon echt lekker gezellig voor mij staan. Ja, je riep mag een beetje los hoor. Yes. Oh. Ja. Oh. 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 Baarmoeder zit heel laag. Van me tot toe. Oh, porno. Oh, maar dat is ook al te laag. Maar er zitten haartjes. Ja, dat weet ik. Is er ook een stopwoord? Au! Ja, maar dat weet ik. Ga je, jongen. Een safe word. Ja. Ik vind het een beetje eng. Bram kwam met dit idee. Kan het dodelijk zijn? Nee, de meeste overleven. Oh, wacht even, rustig aan, hè, Peter, alsjeblieft zeg. Oké, wel rustig beginnen, Peter, alsjeblieft zeg. Oké, dus we gaan nu eerst even laten voelen hoe het voelt en daarna gaan we... Niet hard, niet... Wat was er? Oeh, ja, het was een soort... Oeh, auw, 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 auw. Stop even, wacht even. Rustig. Ja. Het is een soort tsunami aan ongemakkelijke stroompijn. Ja. Waarom hij staat gewoon wel aan? Even voor de duidelijkheid, om het te schetsen. Wat is het getal wat vrouwen meestal voelen? Dat is 100. 100. En op wat zit je? Op wat zit je nu? 5. Voel je niks? Dat was niet fijn, maar... Was dit hetzelfde als het Bram beginnen? Ja. Oh my god. Ja, maar Sean heeft spek. Ja, klopt, dus dat gaan we een beetje komen. Ja, dit is niet zie je. Dit is... Wacht even, wat? Ja, even ervaren. Oh. Ja, oh ja, ik voel het. Ja. Ja, kut hè. Ja, maar dit valt nog mee. Nee. Nee. Hoeveel staat hij? Ik had een lijf spasm of zo meteen bij buiten. Hoeveel staat hij nu dan? 10. Ja, dat heb ik dus ook. Je wordt gewoon tikken. Oh. Zweetje? Heel erg, ja. Kom op, vlam op. Auw! Oeh, wat naast zeg. Wil jij ook menstrueren? Laat het weten in de comments. Wat? Oké, hè, dom. Nee, afblijf. Als je staat is het makkelijker. Oeh, dat branden hoort er niet bij. Oh, oké. Okay. Deze wel. Ah! Alsof jij het geil vindt of zo. Ja. Ja, maar je gaat ook weerstand geven. Dus je gaat je buikspieren aanspannen. Ja, hoe meer jij er tegen vecht, hoe harder het wordt. Ah! Het is dat vrouwen. Het is een soort gekke. Nee. Oeh. Nee, oké, we moeten even die 100 aantikken. Nee, echt niet. Pas op, joh, kabel. Kijk hier. Ja, ik ook, het deed het bijna. Maar op hoeveel zit je nu? 25. Hé, maar Bram. Zo verwachten we dus van jonge meiden en vrouwen dat ze gewoon aan het werk gaan.
Dat kan je niet verwachten. Oké, nu we hebben gezien dat Bram echt een poesje is en niks aan kan, gaan we een quiz doen. Per persoon krijgen we een vragensetje met algemene kennisvragen. Heb je een vraag fout, dan gaat het apparaatje met 10% omhoog. Heb je er 3 goed, dan mag je stoppen. Oké, alleen hand. Ja, op welke leeftijd worden de meeste meisjes voor het eerst ongesteld? Oeh, 13? Oké. Is dat goed? Tussen de 11 en de 15. Nou, is goed. Je bent geboren tussen 23 november en 21 december. Wat doe jij nou? Oké. Dit is je sterrenbeeld. Tussen 23 november en 21 december. Maagd. Nee. Nee, joh. Boogschutter. Dus dan gaat hij... Hoeveel dagen duurt het voordat de aarde om de zon heen draait? 365. Wat maakt... Alcohol zit er gemiddeld in wodka. Ja, dat is ook te makkelijk. 30%? Oh, nou. Wat 40? Ah, shit! Hoe heet de vriend van de pop Barbie? Ken! Ja. Stop de tijd! Stop de tijd! Ik heb er 3 goed, stop de tijd. Nou, dan was dat net de laatste keer. Ik zweet echt uit iedere pori. Ja, het is verschrikkelijk. Ben je blij dat het over is? Ik ben heel blij dat het over is. En ik heb diep respect. Wacht even, er wordt ondertussen iets van mijn schaamhaar getrokken. 1, 2, 3, zie. Heel veel vrouwen hebben geen idee wat normaal is. Daarom hebben we zo'n test ontwikkeld. Ja. Waarbij vrouwen ook kunnen, om gratis zo'n test online kunnen doen. Dat is gemaakt door gynaecologen. Waarbij je kan testen of je klachten natuurlijk, afwijkend of zorgwekkend zijn. Doe heel simpel die test en dan weet je als vrouw of het normaal is of niet. Ja, precies. Kun je die test doen? Link staat in de beschrijving. Ja, wil je een test doen? www.hormooncentrum, daar kom je. Vrouwen halen gemiddeld een aantal percentage van hun energie over. Wat denk je hoeveel dat nog is tijdens de zwaarste dag? 40? Bijna goed. Gemiddeld houden vrouwen 53% van hun energie over. Oh, oké. Hoe lang is een vrouw gemiddeld ongesteld? 5 dagen. 7 dagen. Moet omhoog. Fout. Is dat, wat zeg jij? Ja, het is tussen de 5 en 7 dagen. En je staat 7, dus... Zeven. Je zat 7. Wanneer? Over welke maand wordt gezegd dat hij doet wat hij wil? Kut! En nadenken we... Maart? Maart is dat bijna... Mijn toch stomme zondag! Ja, jezus! Zien er bovenop, ja. Hoe heet de woning van de paus? De woning van de paus? Ja. De woning. Wacht even, er komt mensen... Nou, nee, ik weet niet. Sint Jozefkerk? Weet niet. Wat is het? Het is Vaticaan. Ja, dat is toch een huis? Dat is toch een huis, jongen? Ja, wel. Ik dacht... Je hebt Vaticaan. Dit doet echt pijn. Oh, de Vaticaanstad. Hoeveel zintuigen heeft een mens? 5. Ja, oké. Dat is 1. Hoe heet het 1000ste deel van een kilogram? Een kilogram? Waarvoor staat de afkorting ABN? Algemeen beschaafd Nederland. Ja, heel goed. Ik heb nog 1 treintje. Wat is de voornaam van de jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima? Alexia. Ariane. Nou, dat komt mooi uit. Wat is het nationale dier van Australië? Kan groen. Ja, oké, stop. Laatste god ja. Was wat vrouwen gemiddeld aangeven te voelen. 100. Jonge meiden op school ja. Lopen met 1 hele grote angst rond. Wat denk je dat die angst is? Ja, doorlekken. Oké, let's go. Nee, maar dit is te makkelijk. Als nee, dat klopt nou, hebben jullie enig idee hoe dat voelt om door te lekken? Dat is dus een vraag hier. Alsof je in je broek poept. Plas. Nee, heb je wel eens gehad? Heb je wel eens gehad dat je inderdaad dacht dat het scheet droog was? Een natte ja. Dacht ja. Dat. Ah. Oké. Kan een vrouw zwanger worden tijdens haar menstruatie? In principe niet. Dus? Is het ja of nee? Kan nee. Oké, okay. Dat is goed. Nee. Nou. Nee, zo. Hij staat nu hoger, hè? Ja, ik heb hem 5 hoger gezet. Maar dat is goed, dat is goed. Hoeveel completten heeft het Wilhelmus? 16. 15. Oh, kut! Maar lekker 10 harder. Ja. Hij is zo rood! Hoe wordt een gecastreerd paard genoemd? Een hengst? Nee. Een ruim. Jezus. 10 omhoog. Ja.
Voor hoeveel procent bestaat het menselijk lichaam uit water? 75. 70 moet helaas. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel? Saturnus. Nee, nee. Jupiter. Fuck! Tien erop, tien erop. Welk Europees land is de grootste consument van bier? Duitsland. Ja! Kom op! En dan was er nog eentje, nog eentje. En dan was er nog een. Stop maar op, Peter. Ik zou je wat vertellen over de bierconsumptie. Ja, ik zou zeggen, ik wou het echt even hebben over dat bier. Hoeveel, sorry, vraag op hoeveel jullie zitten? 65 pas. Dus... Ben je zelf een bierdrinker? Nee, nee. Nee? Hoezo niet? Nee, ik ben echt een wijndrinker. En wat vind jij dan echt lekkerder daarin? Ja, ik heb net nog een heerlijk pinocchio. Als je zwanger bent, mag je niet... Ben je zwanger, zei je dat nou? Wist je trouwens dat een giraf veel nekwerk heeft als een mens? Ja. Zeven, toch? Nee. Dat is fout. Dat is fout. Oh, dat is fout. Nee, dat is niet goed. Nee, dat was niet goed zo. Wat is er? Doe de steekje. Nee, nou, nog één keer. Nog één keer. Nee, doe maar. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Hou op. Trouwens, ik vind dat onze cameraman dit ook heeft. Ja, ik, ja trouwens, inderdaad. Ja. Ik neem het wel even over. Zoals mijn favoriete moment was, Martin ook een keer mee gaat. Ja. Oh, wat is dit? Wat? Ah! Vooral die duim van de vorige keer. Ja. Ik heb een beeld van. Go! Big baas. Deze deed nog geen pijn, maar het was gewoon... Het is raar, hè? Oh, ik kan er wel wat bij. Ja, oh, goed. Ja, ik moet af naar die 100. Zing het wel. Zinkring. Zou je deze verpakking open kunnen maken van dit? Ja, kom maar! Ik heb hem niet open. Hoe moet je hard knijpen, joh? Ik krijg hem ook niet open. Nee, ja, dat was zo zweterig. Ah, maar netjes, netjes, netjes. Nou, conclusie. Kom maar. Eigenlijk stellen vrouwen zich enorm aan. Nee. Nee, diep respect.